een drive assist van Ben Evans ondertussen. Ja, geweldig. Die zesde is haalbaar. Die ietsje naar voren niet heel veel, maar ze hadden gisteren ook een aantal eagles. Evans natuurlijk al op de tweede hole een eagle. Nu zo weer een kans voor eagle. En, ja, dan komt hij wel heel dichtbij. Ja, hij staat natuurlijk op min 7 op dit moment. Dus wellicht voegt hij zich bij Stone en Lombard. Lipski, goede wedspeler. Altijd bezig als ik hem spreek met Pete Cowan aan de wedges. Is zelf ook overgemiddeld slim. Een aantal interessante studies gedaan. Econometrie onder andere. Is goed met de cijfertjes. Nou, eens kijken of het goed is met de cijfertjes. Ja, volgens mij wel. Wat een bal zeg. Wat een aantal goede ijzerschoten op die eerste. En ook Lipski geeft hier zijn visitekaartje af. En met Jameson in de bunker. Ja, meteen de druk erop. Maar ja, eerste hol zou Jameson zich laten verleiden om iets te aanvallen te zijn, denk je? Nee, maar ja, we moeten even kijken hoe die ligging in de bunker is. Maar ja, een bogey is natuurlijk snel gemaakt. Tegen de beur, die heeft wel van Lipski. Even kijken hoe die ligging is. Bunkers zagen we gezien. Het is natuurlijk ja, allemaal nieuw zand. Het is niet ideaal. De bal zit soms wat in zijn eigen pitchmark. Hij heeft net iets te veel zand. En ja, sterker nog. Die is helemaal weg. Dat is geen makkelijk up and down. Ja, en zeker met nog twee heren er zo vlak achter ook. Moet je altijd oppassen dat je niet in een mismatch situatie gaat. Want er zijn meer kapers op de kust, waaronder Ben & Stone. Ja, belangrijk t-shot. Die par 5 tweede haalbaar in 2. Ook ver weer vinden. Net in de bunker. Dan zakkelen. Ietsje verder op dezelfde hol. Binnen aan de rechterkant. Al een fractie onder de voeten. Dit doet hij knap. Ja, hier in de laatste paar flights zijn wat goede ballen naar de vlag gaan slaan. Ik heb het idee dat de greens een tikkeltje zachter zijn dan gisteren. Gisteren was het natuurlijk heel erg heet, 37 graden, veel zon. Vandaag ja, ietsje minder warm. Dus ja, misschien dat we wat meer ijzers bij de vlag zullen zien door die zachtere greens. Ik zal even, again, you know, the front names, the tougher names. So, you know, whether, you know it's going to be slower. Obviously, you want to make birdies, but... It's easier to be patient out of the blocks, knowing that it's a tougher nine. So party at nine, man, I was out in one under, so I was really happy with that. And then with the tee up on 11, a good opportunity for eagle, which I was thankfully able to do. It's obviously a great place to be, but certainly not getting ahead of myself. There's an awful long way to go. You know, a lot can happen in 18 holes. Especially on this golf course, on this back nine, you know, there's so much risk and rewards. People can make eagles or, you know, you can make doubles pretty quickly, as both me and David showed today. So, yeah, there's a long way to go, so hopefully I can keep doing what I'm doing and see what happens. Jameson, dacht ik al. Goed dat het een moeilijke baan is. Waar je straf kan worden met wat mindere slagen. Coach was wat minder, maar weet hij het dan goed te herstellen? Kijk eens wat een bal zeg. Wat een chip van Jameson. Klopt hem bijna uit. En dan is een tap in par.
een hele fijne uitkomst op deze hole. Moet je durven slaan hoor, want als je op deze bal niet de spin krijgt, net niet het goede contact maakt. Dan lig je er zomaar een paar meter voorbij. Dan gaat ze wel wat ver open om hoogte te creëren en wat spin. Dat het loopt down heel vanaf waar hij stond en dit is heel erg knap. Dat is een groot voorbeeld bij de kerels. Die zou hier ook tevreden mee zijn hoor. Komt gelijk met Scott Jamieson. Twee heren nu leiden het Alpha Dunlop Championship min 11. Jacqueline maakt een mooie birdie. Gaat daar maar naar min 8. En ook hij werkt zich langzaam maar weg omhoog naar de top. Maar ja, bovenaan dus nu twee spelers. De Schot Scott Jamieson en de Amerikaan David Lipsky. Gevolgd door twee Zuid-Afrikanen. Sander Lomberg en Brandon Stone. Stone natuurlijk titelverdediger hier in 2016. Ervaren rolt Rafael Jacquelin. Maakt net birdie en gaat naar min 8. En de razenbal. Met die mooie... Met van net. Hij probeert te maken daar en op middag te komen. Oh, fucking nice. Robert John zei het al eerder. Veel goede golvers uit Zuid-Afrika komen. Om te zien hier. Mooi talenten. Bezig met het golf. Bezig om beter te worden. En je weet ooit op het hoogste niveau mee te kunnen doen om te winnen hier in eigen land. Nou, wat geweldig zou dat zijn. En wat een gigantische oefenfaciliteit dit. Ja, het helpt wel als je een stukje land over hebt, Roorzon. Het helpt wel als je een stukje land over hebt, dat is waar. Ja, het is wel mooi om te zien. Ik bedoel, ja, wij kennen Nederland natuurlijk de meeste drivingrange gewoon met matjes. Maar het is gewoon, het bestaat niet eens gewoon in dit soort land. Ja, nee, het is gewoon echt. Lipsky, met die mooie birdie op de eerste. En de driver. Oh, fuck. Tikkeltje rechts weer. Waar blijft hij dit keer? Die blijft, ja, goede bal. Ja, die is knap, want zoals we zagen, die bunker was vol in het spel. Mooi op de fairway. Ja, Jamieson net heel knap zijn par gered. Dat is lastig hoor, meteen op de eerste zo'n tester met een wedge. Je handen rustig weten te houden. En om hem bijna uit te houden. Pin op 2 staat aan de rechterkant, dus voorkeur zou links een beetje zijn als je mist. Kijk, ook Jamieson, geen probleem om de fairway te vinden. Beide heren dus in positie A. Ja, Jamieson had natuurlijk over zijn driving dat niet zo, nou, niet zo heel blij mee was of helemaal niet zo goed was. Maar gisteren was het ja, subliem. Elke keer fairway, elke keer recht, elke keer fair. En ja, dan heb je dus die controle met je ijzers. Of Stone die controle ook heeft. De afslag in de bunker, mee tot hier. Ja. De voorwaartse bounce, dat zal ik niet over klagen. Goede kans wederom voor birdie. Ziet eruit als een man met een missie, Stone.
1, 3, 2, 1, 3, 2. Dan laat hij er 3 ook een liggen. Niet de start die Warren voor ogen had. Evans voor Eagle. Kan hij dan naar min 9? Dat zal zijn, zeg 2 Eagles in 5 holes. En. Ai. Net niet, maar goede put. En die gaat hij zeker maken voor Birdie. Hij dus met een goede start. 3 onder naar 6. Maar niet 8 en slechts 3 slagen achter Jameson. Lombard dan op de par 5 vanuit de bunker. Derde schot, dus niet een geweldige lay-up gehad. Speelt deze wel slim, wat lager. Komt dan net die sloop niet af. Iets te voorzichtig daar van Lombard. En dadelijk een lange put voor Birdie. Maar nog niet een makkelijke. Al Daniel wel te zijn. Derde. Geen makkelijke hol. Sterker nog de 1 na moeilijkste hol. 4.34 average score. Oh, speelt hij in de wind vandaag. Fuck. Hij staat daar helemaal links gestoken. Echte zondagspositie. De wind een klein beetje waaien. We zagen het al op de eerste tee met de vlaggen eigenlijk achter de afslag. Ook weer. Wel mooi, de caddy van Chapelain, dat is de oude caddy van Bourdie. Fransman en eigenlijk weet niemand hoe die heet. Dus die wordt gewoon monsieur genoemd. Of weet jij toevallig hoe die heet? Ja, caddies hebben altijd een hele mooie voor- en achternaam, toch? Ja, nou inderdaad. Dus, ze noemen de monsieur. En zo zegt ik red met mij, maar zeer ervaren caddy. Ik ben vaak met Bourdie gewonnen, dus daar die discussie en ook golfs. Dus het moet even uitgevolgd bij beide. Ja, veilige bal. Slip gespeeld. En een goede kans voor Chapelain. Wat kort. Oh, come on. Uitdagende put. Praat nog even met de caddy. Over de lijn die hij ziet. Ja, dit is rapido. We kunnen de break wat beter zien en de downhill die daar begint. Dat doet hij fraai. Met die lange put wil je eigenlijk gewoon maar je snelheid gewoon goed hebben. Zorg dat je vlak bij de hol eindigt. Twee birdies, één bogey voor Bezuidenhout. Hij gaat naar min 7. Koivu, ja, dat was een drijverput. Ja, en nog belangrijker schoon, birdie, start. Hij, zoals de Engels dat zo mooi zeggen, means business. Waar gaat ze dan? Hier een veel betere hoek dan dat Jacqueline dat had, maar hij heeft ook een beter resultaat. Ook wat rechts, dan moet hij nu nog iets van die sloop komen. En die gaat de lijn geven. Het lijkt erop dat Jacqueline wellicht als eerste moet. Ja, je moet hier opletten als je de bal buiten de fairway slaat. Slangen.
is inderdaad wel iets wat vaker voorkomt hier. Dus afstand is geen probleem. Dan moet je hem denk ik bijna voor de green laten vallen. Of misschien net op de green. Het ligt er een beetje aan of je een hoge balvlucht kan produceren. Wat Jameson doet. Jameson, die balstrijker. De ijzers. Dus je krijgt een goede bounce. Hij is dan net wat links. Dat je verder naar rechts stuit, hij was perfect geweest. Hupski kan wel de bal wat hoger slaan dan James op kan. James heeft een vrij lage balvlucht van zichzelf. Net te ver links, Lipski. Dan krijg je ook een bounce naar links. En dit is wel een verraderlijk moeilijk schot wat hij dadelijk over heeft. Goed bevriend ook met Michel Louis van de LPGA, die momenteel herstellend is van een pols ingreep. Come on. Ja, die is vakantie aan het houden op de Bahama's, zag ik. Daar is Abel het van Jacqueline niet gezien, maar die is er goed voorbij gegaan, zo te zien. Ja, en daardoor daar is Abel wat voorzichtiger. Van eerder vandaag, ja, Ben Evans, we zagen het al eventjes, deze put op de tweede, mooie, in ieder geval sommige spelers, mooie bal, gele, Ben Evans, en als hij erin gaat is die altijd mooi voor Eagle, van Brandon Stone, de Zuid-Afrikaan, dan wil hij natuurlijk in eigen land, en dit was op de eerste, wat een opening van Stone, Stone is... daar maar voor één doel, dat is winnen. Dat laten zien vanaf hole 1. Deze is natuurlijk een birdie voor hem. Maar dan op 2, ja, waarom niet doorgaan als je toch al goed bezig bent? Wedge naar binnen, lastig. Want het is hier downhill. Laten we mooi wat kort landen. Zet zich op voor nog een birdie van Brandon Stone. En zo staat de Zuid-Afrikaan aan 2 holes, 2 onder. Hij speelt met een andere Zuid-Afrikaan, Xander Lombard. Step was op 1 en Lombard dacht, wat Stone kan, kan ik ook. Ook hij en birdie op de eerste. En opnieuw mogen voor het toernooi. Van Lipski begon 1 slag achter de leider Scott Jamieson. Maar een goede approach hier op 1 wordt beloond. Afstand tot perfectie. Daarmee gaat de Amerikaan David Lipski gelijk aan de leiding met Scott Jamieson op min 11 met 11 het General Championship. Ja, Lipski, doorgaans goede wedstrijder, doet heel veel daarmee. Ik heb ook behoorlijk wat wedstrijdsessies met hem gehad. Het is echt een slimme speler, weet heel goed wat hij doet. En Beta is hier aan. Dit is wel een echte uitdaging hoor. Het is geen makkelijk schot. Korte afstand betekent dat je niet heel veel spieren kan creëren. En het laatste stuk is downhill. Dus
je moet die echt perfect laten landen. Zacht te laten landen. Dan ziet dit er wel heel goed uit. Dit is heel knap van Lipski. Ja, met zo'n short game. Dan zet hij zichzelf op voor een birdie op de tweede. Een jonge birdie starten. Net als Brandon Stone. Op naar 4. 7 birdies vandaag gemaakt. 22, iets boven de par dus. Ja, als we kijken naar de pinposities, op de pinsheet zien we heel veel pins, 3 en 4. Maximaal 9 stappen van links of rechts staan. Oftewel, je moet jezelf vanaf de tee in goede positie brengen. Wil je kans hebben naar deze tees? Het zag daar heel wild uit. Hij hangt helemaal naar links, vaak is een bal naar rechts. Hij heeft hij nog een beetje mazzel dat hij niet helemaal achter die boom komt te liggen. Jameson voor Eagle. Deze is ook snel. Lastig altijd net vanuit die finish om die startrichting goed te houden van de bal. Zo lijkt het voor beide heren een birdie te gaan worden hier op de tweede. Ja, mooi bal van Lombard. Geen birdie net op de par 5, tweede. Goede kans nu op de derde om ook naar min 10 te gaan. Zijn van die putjes, Robert-Jan, waar je misschien niet helemaal 100% altijd van zeker bent dat hij gaat. Nee, ja, zeker niet met deze nieuwe greens natuurlijk. Baan natuurlijk een aantal maanden open, maar ja, greens moeten zich ook een beetje settelen, dus het is niet altijd even makkelijk. Ja, maar wederom een fantastische up and down en zij gaat gisteren ook al. Deze man heeft zo'n goed kort spel. Dat hij, ondanks een oké lange spel, eigenlijk gewoon scoort met zijn korte spel. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de par 5, of in ieder geval Mark Warren was 4 of 5 over. En Lipski is 8 onder op de par 5. Ja, het is een statistiek waar misschien Tiger Woods destijds wel. Kenton was, stond over het seizoen meer dan 150 onder par gemiddeld op de par 5. Ja. Ja, dus Lipski, Lipski is dus 800 op de par 5 en maar 1 over op de par 3. Nou ja, dat geeft wel aan dat hij die best bezig speler is helemaal niet, omdat we zien hier natuurlijk de afstanden van de par 3 allemaal vandaag gemiddeld zo tussen de 140 en 160 meter. Dus ja, dat is gewoon een middenijzertje onder deze omstandigheden. Dan moet je eigenlijk op over par zijn. Kijk, dit is wel een start van Stone. Stone is redelijk on fire, kunnen we wel zeggen. Ook een speler die heel veel zijn afstanden traint. Ook met de hulp van Trackman. Om alles helemaal scherp te krijgen. Test zichzelf daar ook heel veel in. Om te zorgen dat het scherp is. Kijk eens wat een uitzicht dit is. Ja, Crocodile River in het midden. Waar toen alle beesten naartoe komen om te drinken en om te baden. Aan de achterkant natuurlijk het Gruber Park. Daar, volgens mij een landingsbaantje. Ja, mocht bij de natuurkanalen niet genoeg beelden hebben
van mooie natuur en wildlife. Daar moeten we altijd iemand uit halen. Witski. Ik zit hier op de derde. Dat is dus de een na moeilijkste hol. Ja, even belangrijk. Met name moeilijk deze hol ook door de pinpositie. Ja, even de smallere fairways van de baan. Of hij de bal in het spel kan houden. Zeker met de positie aan de linkerkant. Hoog van binnen, dus dat is niet zo slecht. Vandaag iets meer wind. Gisteren was het bijna niet te houden voor de spelers. Het was nog windstil. 37, 38 graden gevoelstemperatuur liep zelfs op boven de 40. De spelers zeiden af en toe, dat vind ik niet helemaal niet zo erg. Maar wat draagbaarder. Ja, gisteren is het grappig, die wind verspeld in de middag, maar eigenlijk nooit gekomen. Nu is er zeker inderdaad wind in het spel. Ja, perfecte afslag van Jameson. Van Lombard. Dan ga je naar de dubbele cijfers. Als wel goed contact kan maken hier, zowel voor de afstand als voor de spin. Lastige hoek ook voor hem. Binnen naar rechts. Stone. Drie birdies op een rij. Nee, een put voor par dit. Ja, we hebben de birdie cut niet gezien. Soms. Ja, dat ligt hier natuurlijk ook niet onder controle. Maar inderdaad, voor par, ik dacht ook dat hij van Burry was, maar voor par, hij blijft op min 10. Ja, goede start dus. Jameson en Lipski op min 12 aan de leiding in het Alpha Tunnel Championship. Is terecht een glimlach op het gezicht van Jacqueline na dat mooie resultaat. Snel terug naar 4 met Brandon Stone. Olifanten. Natuurlijk op zoek naar het water. Fuck. Wat is dat nou met je zwemmen? Kom op nou. Lipski. Mooi rechts hier vanaf de 10. Zou van de zon naar boven zich geen last moeten hebben. Lagere balvlucht wil slaan vanwege de wind. Vrij open stuk daar, dus redelijk wat wind. Ja,
de lengte niet het probleem was, Timothy, maar meer de richting. Rechts is de ruimte, links mag je mij niet missen. Misschien iets opgehaald, maar... Dan moet hij weer aanspraak maken op zijn korte spel. Kijk eens, niet in de bunker. De bunker is misschien, ja, alhoewel, gisteren hebben we een paar rare bunkers laten gezien van heel veel mensen. Bunkers, onder andere van Lipski heen. Dit is een rare... Op 16, 2 meter verder. Wellicht wat hoger moet slapen tegen Bomen dan dat hij gewend is. Oh, you gotta be kidding! Geen makkelijke put voor de Spanjaard. Je doet vaak goed in het begin van het seizoen. Vorig jaar zagen we dat, het is nog dit kalenderjaar, maar afgelopen seizoen 2018. Derde voor dit Maybank Championship, vierde in Qatar, vierde in Euro-Indian. Nu zijn we ook weer aan het begin, vorige week wel de kut gemist, Razzabal. Deze week goed op weg, Drysdale. Houdt hij? Ook wel echt een mooie kut van Drysdale. Ik denk eventjes of de kut zou doorbreken, maar hij hield mooi zijn lijn. Vier slagen achter de leiders. Jacqueline kan er met 9. Een hele korte strook. Rustig erin laten rollen. Dat is mooi altijd om de verschillende strategieën van de spelers te zien. Sommigen dan net bijna tegen de achterkant aan. Een beetje als een fouler. De mannen die laten hem echt niet vallen. Ja, lastig om te zien, maar volgens mij ligt hij aardig wat lager dan de green. Ook nog eens een keer natuurlijk op een scheve helling. Ja, dit is niet makkelijk hoor. Ik zie bij dit soort momenten met de voeten dat ze wat kort zijn. De snelheid houden, zeker uit een moedergas. De snelheid houdt hij. En dat is hier ja, geweldig. Dat is iets denk ik waar veel amateurs een voorbeeld aan kunnen nemen. Hoe goed het korte spel is. Het is niet op 2, 3 meter. Nee, het is allemaal 50 centimeter. En dat is waar die op ligt. Die in principe de druk van de putten afhaalt. Knap gedaan. Ja, en oefenen alsjeblieft met de puurbal. Het heeft eigenlijk geen zin om de kruiden en ballen te doen. Nee, ja, ik had het geluk, ik begon op het Rijk van Nijmegen, een baan, nu bijna 30 jaar geleden, nog langer. Toen begon die druk was. Dus uiteindelijk ja, met een aantal ballen de baan in en gewoon maar spelen van links naar rechts, rechts naar links. Cross crunchy door de hele golfbaan heen. En daar leerde je zoveel van. Dus zeker op dagen dat het wat minder druk is, speel 2-3 balletjes. En daar leer je zoveel meer van. Mooie tijden vroeger. Ja, had ik worden. Ai, ai, ai. Tester. Zo, een vlag aan de rechterkant op de vierde, bal boven de voeten, dus lastig om deze bal, ja, hij geeft de ligging de schuld of er iets onder zat of dit of dat, maar... Een steentje of zo, maar ja, dat echt de oorzaak was. Stone is wel een beetje zo'n persoon dat het nooit aan hemzelf ligt. De tijd terugkomt,
heel goed. Ja, dat is wel waar. Ja. Ook kijk je naar mij, niet eigenlijk. Dat is... Ja, nee, dat is inderdaad absoluut waar. Ik ben net iets te kort. Gaat het toch net iets, die sloopt nog af. Valt mee. Ja, nog een plaatje. Die kleintjes in het midden, tussen vader en moeder. Zodat ze niet kwijtraken of kopje ondergaan of wat dan ook. Fantastisch om te zien. Het ziet er ook naar uit dat de slachtoffers zijn ingekort en zijn geverfd. Dat gebeurt vaak om te voorkomen dat ze gestroopt worden. Ja, deze man heeft even andere dingen aan zijn gedachten. Parput lijkt de binnenkant links. Ik zag een beetje aan de rotatie van Pupp dat hij iets had. Ja, die had iets met links moeten zijn. Ja, inderdaad. En een slordige birdie, Bobby. Is nu zijn leiding kwijt. Als natuurlijk Lipski zijn punt van par weet te maken. Ja, dat is vrij lang. Ook een stukje verder dan Stoomlaf. Ja, weet je nog niet de spin te controleren. Dat is altijd lastig met zo'n bunkershot. Om daar wat spin af te halen. Dat maakt het niet makkelijker. Eigenlijk allemaal punt van dezelfde afstand, dit die. 1 meter, 1 meter 20. Een voordeel. Alles links, joh. Alles. Fuck. Is dit? Een van de Big Five. Iets van de spreker hier, safari, genieten van de omgeving. Stone heeft hier ook een verkaard lastige up-and-down voor de kiezen. Iets uphill eerst, dan downhill, terug en dan snel ook op de green. Maar mag eerst even kijken hoe Lombard zijn chip gaat spelen. Mooi dat de greens hard zijn aan de stuiter van Lombard, maar kijk, er is rekening mee gehouden hoor. Het is geen toeval. Ik weet dat het achter de vlag iets downhill loopt, maar daar zien we dus ook hoe moeilijk het softball is van Stone gaat worden. Fuck. Een nieuwe leider, David Lipski, op min 12. Hij moet nou nog een keer. Pin aan de rechterkant. Ja, fuck me. Ook weer wat rechts deze, zo te horen. En dan heeft hij volgens mij wel een beetje mazzel dat hij net voorbij die boomstam is gevallen. Jesus Christ. God damn it. Anders. Nog een keer? Hansen, gecaddied. Ja. En caddy ook, ik weet nog heel goed. Fucking pats. Nee, ik kan hem open. Heel versen. Hij liep in de tweede ronde, nou gezegd. Met Anders Hansen. En de caddy kwam eigenlijk al meteen voor de ronde naar ons toe en zei: Dylan, het is verstandig om vandaag niet te veel te luisteren naar Anders, want hij is nogal zagrijnig. En ik hoor wel dat je na deze ronde ook nog steeds plezier beleeft in het golven. Maar inmiddels dus
gewisseld van speler, anders... Landen, hoop dan dat de rust bal wat afremt en doet dat ook. Ja, dit is knap hoor. Niet een makkelijkse put, maar niet veel beter dan dit had ik niet kunnen doen. Kan de Fransman naar min 10. Makkelijke parput over. En Lombard blijft op min 9. Van Jacqueline. Zeg maar een klein beetje links-rechts breken op. You gotta be kidding. Even te houden, dat is knap. Oh, god. Afterlipski. Belangrijk punt voor show. En. Ai. Ai. Ja, uiteraard niet aan hemzelf. Zonder na die goede chip geen. Hij is al terug naar min 9. Dan is het gat weer 3 met Lipski. Oh ja, ik kom hier uit. Bijna tussen met 11 onder. Helemaal de lijn daar voor Wilson. Met Fritelli. Fritelli ook de beste 100 plus voor de dag. 4. Een prijsdeel kan bij Purdy's maken dan. En dat kan hij. Jazeker. Prijsdeel 2 onder voor de ronde. En 9 onder nu voor het toernooi. Ja, Drysdale nooit eerder gewonnen op het hoogste niveau. Hij heeft inmiddels 470 toernooien gespeeld. Dus heeft al wat kansjes gehaald. Maar als hij heel spannend wordt, dan speelt hij niet zijn beste golf. Dus maar ja, als hij van achter kan komen, dan zou het misschien deze week wel eens kunnen zijn dat hij mooi doet naar de titel. In ieder geval goed bezig, min 9. Net zoals Lombard op een meer staan voor de dan nog niet gewonnen op het hoogste niveau. Maar wel drie slagen achter de leiding, wat zou je strategie zijn? Ja, ik denk dat je het niet moet chasen, zeg maar, dat je het niet moet forceren. Ik denk dat het uiteindelijk zo'n eerste overwinning die overkomt je. Dat hoor je bij meer spelers. Ja, je speelt goed, je zit in de zone, je denkt niet te veel na en uiteindelijk, hé, ik kom er. Maar als je het echt gaat forceren, ja, dan kan het natuurlijk twee kanten. Ik denk dat je, ja, zeker met drie slagen achter, ben je ook een beetje afhankelijk natuurlijk wat deze man gaat doen. En ja, ondanks dat het natuurlijk heel zuur is als een Drysdale weer tweede of derde of vierde wordt, ja, is het wel een heel goed toernooi. Dan moet je denk ik tevreden zijn met waar je eindigt. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, na 470 toernooien, dit jaar gaat hij dus, of in zijn volgend jaar waarschijnlijk wel die 500 aantikken, want Drysdale speelt gewoon bijna elke week. Dat is natuurlijk wel bijzonder en je wil graag een keer winnen. Dat is het ultieme wat een professional kan bereiken. En als je dat dan weer gehaald hebt, wil je majors winnen. En als je dat weer gehaald hebt, wil je de Ryder Cup spelen. Maar ja, het begint bij het begin. Ik
Ski heeft al een keer gewonnen. Dit is wat het is. De vijfde, de eerste par 3, speelt vandaag 138 meter. Vlag aan de rechterkant, rechtsachter. Ja, ik krijg maar eens goed sloop daar. Dat alles wat rechts van die vlag is, is heel moeilijk om het nauw te maken. Dus vandaar dat er veel spelers aan de linkerkant zien. Augusta. Ja. Ook alles links richting water sloot. Goede ijzer slaan op de juiste plateaus. Dus is het moeilijk echt een reële kans voor birdie te hebben. Lipski nog aan de leiding met min 12, gevolgd door Jameson op min 11. Welkom terug bij de Alfred Dunhill Championship op Clapper Creek. Wordt gespeeld in Malalane, Zuid-Afrika. De schitterende baan bij het Krugerpark, of aan grenzen aan het Krugerpark. Maar David Lipski probeert zijn titel, zijn tweede titel te winnen op de Europese Tour. Hij won eerder in Crans-Montana 2014, dus lange tijd geleden. Er zijn kavels op de kust. En dat is een aantal Zuid-Afrikanen, maar onder andere deze man, Zander Lombard. Goeie punt. Hij blijft op min 9. 3 slagen achter Lipski. Maar hij heeft hier op de vierde. Gigantisch lange put voor birdie. Dus ja, reëler is om te zeggen dat hij 2 puts voor par heeft. Dang. Kans, joh. Ja, geen slechte punt. Evans is inmiddels op de 9 aangekomen. Ja, goede bal, pinpositie. Ja, geweldig. Zo dicht bij het water is het wel iets makkelijker gemaakt door de tee op te zetten. En dan Jameson op de 4e ook. Even wat aan de korte kant. Al 2 nog niet helemaal zeker van de par. Thank you.
Jordan voor Burley. Oeh. Hij blijft op min 9. En Lipski, hij is voor par op de vierde. Ja, Lipski maakt zijn par. Come on! Motherfucker. Ja, ook Jameson maakt zijn par, dus twee goede parren. Moest het altijd hard verwerken, maar... geweldige chip. Zou zijn par moeten kunnen redden, dan blijft hij op met 9. Geweldige clubhuis daar van Leopard Creek. Daar is nog iets aan veranderd. Wel onderhanden genomen. Ja, dus dat geweldige oefencenter. Ze hebben daar tenten neergezet, ook natuurlijk voor de sponsors, maar ook voor de spelers. Ideaal om daarnaast driving range de players langs te hebben en dergelijke. Fantastisch wat je daar kan oefenen. Bij je kanten kan je staan. Heel veel tees. Ja, goede ballen natuurlijk. Ja, we hebben ook een mooi short game area op Bernardus. Ja. Ja, ook geweldig. Iets wat voor toejuichen in Nederland. Daar ja. Om dit te zien. Het is natuurlijk te vaak weinig dat je het ziet, omdat natuurlijk een, ja, ik snap het ook wel. De eigenaren willen 18 holes, die willen een goede parkeerplaats, die willen een goede driving range, die willen in principe een goede... ja, clubhuis hebben, maar echte oefenfaciliteiten, chippen, putten, bunkers, wedges, allemaal van het gas afstaan. Ja, dat brengt tussen haakjes weinig op, maar een goede rol van Lipski. Goede kans voor Burley om naar min 13 te gaan. Mooi van het gras, bijna geen plat geslagen. Naar deze pinpositie. Dat is een hele knappe bal. Ja, als je met de bunker mist, dan is het al bijna onmogelijk om up en down te maken. James zijn nog niet helemaal erin. Een birdie en bogey gemaakt. Geluk dat hij net blijft hangen tegen die upslope, dus ja, dit zou moeten kunnen. Ja, perfect. En nu het gevaar van een slag laten vallen. Hier hebben we Evans.
de eerste 9 voor hem. Een eagle en een birdie voor 332. Nou, ik heb natuurlijk nog 3 par 5 op de tweede 9. Ai, Jacqueline, moet je het doen op zondagmiddag als je toernooien wil gaan winnen. Oh, kan. Ja, staat zijn birdies op 2 en 4. En nu had hij de birdie op 6 kunnen maken. Dat is zonde. Zonder korte puntjes mag je niet blijven liggen. Nee, alles moet samenvallen natuurlijk als je wil winnen. Ja, zo simpel is het. En zeker als je van 3 slagen achterstand komt. Ja, met de birdie kans die Lipski zo heeft. En toch nog steeds lastig met de naam van Jameson. Kan het zo nog een two-shot swing worden op die hol? Dat geeft dan toch een klein kussentje van comfort. Amerikaan. Iets te weg. Iets te weg. Hier weer op. Min 9. Nog niet echt iemand die een run maakt. Zien schiet ik dat. Min 4 voor de ronde. Die is in de top 20 de beste ronde gaande op dit moment. Ja, heeft... De uphill slope, zei het al, dus daardoor kan je wat hoogte krijgen. Zand is van de andere kant vrij nieuw, vrij zacht. Die slaat er snel makkelijk onderdoor. Ja, het is typisch zo'n balletje als je hem dan net te kort slaat, dat hij gewoon weer voor je voeten ligt. Als je er iets te lief mee bent. Ja, het is ook een bal die je kan holen. Dat is ook wat er kan gebeuren. Ja, we hebben het vaker gezien gisteren en eergisteren. Het heeft ook een beetje te maken met de kwaliteit van het zand. Ah. Ja, en dan kan het zomaar een hele kostbare hol gaan worden dit voor Jameson. Dadelijk ook even de green zand vrijmaken daar voor de punt van Lipski. Ja, dit zijn fouten die maken al wel gisteren beide spelers. Lipski en Jameson een dubbel bogey maakten in de ronde, maar daar goed van herstelden. Spin genereren met zo'n korte slag. Ja, goed gebruikmakend van de omstandigheden. Even dat daar de green weer terugloopt. Toch altijd een goede tip voor amateurs: goed naar de omstandigheden kijken. Niet alleen waar de bal al laten landen, maar wat er daarna gebeurt. Wat lastiger voor zo, wat korter, zou wat meer hoogte moeten maken. Die komt misschien nog wat terug. Ja. Zo is dit schot vrij vergevens gezien. Deze maakt, dan weet hij de schade nog redelijk te beperken, Jameson. Ja. Plak waarschijnlijk een dubbel. Valt hem terug naar min 9.
losmaken van dat groepje van min 9. En dat doet hij. Gaat naar min 10. Blijft aan de deur kloppen bij Lipski. Schiet maar even terecht, joh. Lipski even lastig, met even een beetje eigen ritme na deze Jameson eerst twee keer in de bunker zit slaan, bijvoorbeeld zijn put. Moet je even wat langer wachten dan dat je gewend bent. Ja, dit doet hij heel knap. Was zeker geen makkelijke put. Bleef goed op lijn die put. En zo staat hij op min 13. Dan lijkt hij drie slagen los te zijn dadelijk. Jameson moet natuurlijk voor zijn double bogey put gaan maken. Dat zou betekenen dat Stone op de tweede plaats komt. Ook Lombard kan naar min 10. En dat doet hij. Ja, de Afrikanen houden elkaar goed in de gaten daar. Maakt de double bogey. Dat doet toch wel pijn hoor. Terug naar min 9.